Klimaatverandering lijkt het probleem van een verre toekomst. Na ons de zondvloed. Corona is een wake-up call. Het resultaat van onze verstoorde omgang met de natuur. Het leven is totaal ontregeld. Voorkomen is beter dan genezen. Om zich te vermeerderen hebben virussen gastheren nodig, die in dit proces ziek kunnen worden of doodgaan. Zoals wij mensen onze eigen gastheer, de aarde, letterlijk verzieken. We vernietigen complete leefgebieden waardoor planten en dieren uitsterven. 60% van alle in het wild levende diersoorten is al verdwenen. Planten vormen 82% van het leven op aarde, bacteriën 13%. En al het andere leven maar 5%. Oh ja, en mensen zijn maar 0,01% van het leven op aarde. Maar met die 0,01% hebben we al meer dan 80% van alle wilde zoogdieren uitgeroeid. Natuurlijke leefgebieden maken plaats voor landbouw, houtkap. Pandemieën kunnen makkelijker ontstaan, zich sneller verspreiden, meer economische schade aanrichten en er zullen veel meer mensen aan kunnen sterven dan aan COVID-19. Wilde soorten sterven uit. Inmiddels bestaat 60% van alle zoogdieren op aarde uit vee. We vernietigen bossen om veevoer te verbouwen of te gebruiken als weidegrond voor koeien, voor mijnbouw of om mensen te huisvesten. Zo verdwijnt de biodiversiteit en neemt het risico op de verspreiding van ziekteverwekkers sterk toe. Omdat mensen steeds meer ruimte innemen en de natuur krimpt, komen dieren steeds dichter bij ons leefgebied. Ziekteverwekkers springen makkelijker over naar mensen en muteren. Het verwijderen van één soort uit een ecosysteem kan de hele voedselketen verstoren. Als de populatie roofdieren afneemt, heeft dat invloed op de hoeveelheid knaagdieren en herten. Teken die drager kunnen zijn van de Lyme-bacterie krijgen zo meer kans. Er bestaan in het wild talloze dierziekten die een pandemie kunnen veroorzaken, als er maar eentje overspringt naar mensen. Zo is er H5N1, vogelgriep. Kan in gemuteerde vorm van mens tot mens besmettelijk worden met hoge sterftecijfers. H9N2, een wat minder bekende vogelgriep, kan ook mensen infecteren. Een snelle schutter is H1N1, varkensgriep. H5N8, nog een vogelgriep die zijn weg naar de mens inmiddels heeft gevonden. Net als wij zijn virussen wereldreizigers naar andere nieuwe gastheren. Altijd op zoek naar de volgende exotische bestemming. De handel in wilde dieren verspreidt zo ook ziekteverwekkers. Het overspringen van dierziekten op mensen wordt vergemakkelijkt door antibiotica-resistentie, de bio-industrie, klimaatverandering, invasieve soorten en internationale handel en vervoer. Als we nu niet in actie komen, kunnen in 2050 10 miljoen doden per jaar vallen door ziekten waartegen medicijnen niet meer werken. We kunnen dat risico verminderen. De eerste stap is het beschermen van leefgebieden door de ontbossing te stoppen en het verbieden van handel in wilde dieren. En vooral minder consumptie van vlees en andere dierlijke producten. We moeten radicaal ingrijpen om klimaatverandering en de vernietiging van de natuur te stoppen. Kom nu in actie en geef onze kinderen toekomst. Er is een wereld te winnen.